Ik ben Iris en dit is Skintastic. Een gezonde en stralende huid begint bij een goede verzorging. En voor goede verzorging moet je soms even de tijd nemen. Een masker is een goede multitasker. Tegenwoordig zie je steeds meer het ingrediënt charcoal terugkomen in gezichtsverzorgingsproducten. Maar wat betekent charcoal nou precies? En wat doet het voor je huid? Deze houtskool absorbeert olie en onzuiverheden, zonder de huid uit te drogen. Denk hierbij aan vuil, overtollig talg en bacteriën. Vandaag vertel ik je hoe je dit masker het beste kunt gebruiken en waar het precies goed voor is. Dit gezichtsmasker is geschikt voor alle huidtypes. Het heeft een dubbele werking. Het is niet alleen een masker, het is ook nog een scrub. Start altijd met een schoon gezicht. Thuis vind ik het fijn om eerst even een warme douche te nemen voordat ik mijn masker aanbreng. Door de warmte gaan je poriën nog meer openstaan. Daardoor kan het masker optimaal zijn werk doen. Als je wat minder tijd hebt, kun je natuurlijk ook even een warm washandje tegen je gezicht aanhouden. Dit masker is uniek door de combinatie van houtskool en zwarte suiker. Wat ik fijn vind aan dit masker is dat het na een paar minuten heerlijk warm aanvoelt op je huid. Ik laat het lekker intrekken, zodat de houtskool nog even goed zijn werk kan doen. Zo, genoeg gewacht. Tijd om de suikerkorrels over mijn gezicht te masseren voor een verfrissende scrubbehandeling. Door te scrubben met de zwarte suiker zorg je ervoor dat de dode huidcellen allemaal verwijderd worden. Hierdoor voelt je huid weer extra zacht en schoon aan. Wat leuk is aan Freeman is dat al hun producten geïnspireerd zijn door de natuur. Zo. Herboren zachte huid in 10 minuten. Je kunt een masker met je vingers aanbrengen, maar je kunt ook een kwast gebruiken. Zo voorkom je dat de bacteriën van je handen op je gezicht terechtkomen. Je gezicht verwennen is belangrijk. Creëer je eigen spa-moment, alleen of gezellig met je vriendinnen.